bij het voorbereiden van mijn antwoord op deze vraag over hoe het met je gaat, vond ik deze foto van Gerard Reve die zegt: het gaat slecht, maar verder gaat het goed. Ik vond dat wel een mooie verbeelding van hoe zieke mensen zich vaak voelen als iemand vraagt hoe gaat het met je. Want hoeveel laat je eigenlijk zien van wat er in je omgaat en van hoe je je voelt. Want heel vaak voelt het ook als een beleefdheidsvraag. En ik weet niet of u de ervaring al hebt gehad, maar ik vind het schokkend om te merken in mijn praktijk dat vrijwel iedereen spontaan, zonder dat ik ernaar vraag, vertelt: ik merk in de supermarkt dat mensen plotseling in een ander straatje gaan met hun karretje met boodschappen als ze mij zien. Uiterst pijnlijke ervaringen zijn dat. Ook eigenlijk net als bij de vorige vraag, dit soort vragen, hoe gaat het met je, zijn vaak niet bedoeld om een eerlijk antwoord te krijgen. Want als je dat gaat doen, daar zijn de meeste mensen niet echt van gediend. Het is een soort beleefdheidsformulering, je moet het wel even vragen. En sommige mensen heb ik wel eens horen vertellen dat ze dan antwoorden met: hoeveel tijd heb je? Ook een redelijk confronterend antwoord, maar ja. Het is eigenlijk natuurlijk te gek dat het in onze maatschappij zo geworden is dat we zo met elkaar omgaan, maar het is wel de realiteit. En waarom gaan mensen nou weg van dat eerlijke antwoord? Dat heeft er ook mee te maken dat wij niet meer gewend zijn om te gaan met het niet maakbare, met het niet repareerbare. Als u een nettumor hebt waarvan gezegd wordt: we kunnen u niet genezen, dat is eigenlijk, past dat niet in ons wereldbeeld. Ik heb ouders van een kind met kanker in de praktijk die zeggen: ze gaan naar de maan. Hoe kan het dan dat ze mijn kind niet kunnen genezen? Dat zijn de vragen waarbij je met een ongeneeslijke kanker wordt geconfronteerd. Dus soms denk ik wel dat u als patiënt en naasten daar een opvoedende taak in hebt. En dat is natuurlijk eigenlijk te gek, want u hebt al genoeg aan uzelf. Maar het is vaak wel zo. Kort en bondig een eerlijk antwoord geven is een goede tussenweg. En als het u erg stoort hoe die ander al op weg is naar de volgende klus, dan kun je inderdaad vragen: hoeveel tijd heb je? En ook hier weer geldt: wees selectief. Kijk goed uit aan wie u wel of niet een uitgebreid antwoord geeft. Is het iemand die echt in u geïnteresseerd is, dan heeft hij ook het recht, tussen aanhalingstekens, dan kun je er echt op ingaan en een serieus antwoord geven. Als het een beleefdheidsvraag is, voel u niet verplicht om er uitgebreid op in te gaan. Waarom zou u? Want dat past niet bij de soort vraag. En als u een paar mensen om u heen hebt, en dat hoeven helemaal niet zoveel te zijn, met wie u werkelijk kunt delen hoe het met u gaat, dan hebt u daar waarschijnlijk veel meer aan dan aan al die mensen, wel of niet bij de supermarkt of in het park, die aan u vragen: hoe gaat het nou met je?